Hallo, kijk van IMT. Ik ben Mark en ik ben vandaag weer met Empires of the Underground. Volgende aflevering ben ik eigenlijk gestopt met dit level, omdat het natuurlijk veel te lang duurde. Dus ik heb het even weer verder gemaakt. Behalve ik heb wel ietsjes anders gedaan, want hij kan dus ook... Er is another creature roaming the sands tonight. Arctosa littoralis, the beach wolf spider. In the day, these spiders retreat to the shade provided by larger plants on the edge of the beach. But once the sun is gone, they are far more active and on the hunt for a midnight feast. Oh, dat is een spin. Attack the spin. Tegen zoveel zal er niet op kunnen. A wolf spider has found the nest entrance. She is only small, but her venom will quickly incapacitate any ant that tries to fight alone. In ieder geval, ik ben dus weer, ik heb het dus eventjes een beetje anders aangepakt. Ik ben gewoon een beetje naar buiten gegaan en van die grote beestjes kapot gemaakt, zodat ik wat meer eten kreeg. En nu heb ik deze een beetje geüpgraded, behalve ik ga nu deze even meer upgraden, omdat mijn eten een beetje vol zit. Eigenlijk moet ik deze ook even een beetje gaan upgraden, dus dat ga ik ook even gelijk even doen. Als ik toch bezig ben. Maar we hoeven dus nog maar 2 nachten. Ik denk dat ik het in deze aflevering wel ga redden, hoop ik. Ik beloof niks, maar ik ga er wel van uit. In ieder geval nog even een beetje mee eten. Ja, mooi. Oké, we hebben in ieder geval wat eten hier liggen. Maar dat zal nu natuurlijk nog niet kunnen. Vanwege dat er best wel wat gevaarlijke wezens buiten zitten. Op zich gaat het wel redelijk makkelijk als je gewoon deze gelijk opent aan het begin van het level. En ik ga dus vandaag ook nog deze gedeelte van de map ook allemaal even weer een cover, zodat ik dat ook even weer heb gehad. Zodat ze niet sneaky van... uit alle hoeken kunnen komen. Dus dat. Oh ja, komt er weer heen. Ik kom heen. Another wolf spider has entered the nest. This one is large, fast and voracious. Ja, hij is gevaarlijk. Ja, maar hij is wel dood. Eigenlijk heb ik dan wel wat meer van deze nodig, denk ik. De ruimte hebben we er toch nog voor, dus dat scheelt. Beter om eerst even een aantal te upgraden wie we nog kunnen upgraden. Wacht, misschien nog één wezentje. That's it. 1 of 2. En die komen hier een beetje uit. Die gaan altijd naar mijn nest toe. Ik denk dat ik gewoon het beste even alles een beetje kan upgraden wat nog kan. Dus dat is ook mijn bedoeling. Krabben die zijn op zich nog wel te doen. Spinnen, die waren het echt irritant. Oh ja, komen er 3. Incoming.
Zo. More wolf spiders have found the nest. The queen is in imminent danger. Eentje is dood. Ja, dat moet er al een zijn. Ja, die wordt nu aangevallen. Gelukkig was het één groot en twee kleintjes. Dat scheelt. Kunnen we mooi deze even in de tussentijd upgraden? Zo. Ja, dat is alles wat ik kan upgraden op het moment. Ja, hier natuurlijk ook wel wat. Nou, dan doe ik dat ook gewoon gelijk. Zo, nu heb ik wel genoeg eten. Ik weet niet tot hoe lang het nog nacht blijft, maar ik hoop dat het voor de zodanig in ieder geval voorbij is. Volgens mij wel dag. Ik zag er al eentje weggaan volgens mij. Oh, we hebben weer van die grote wezens ook nog. Ja, zal te zien wat het dag. Dan ga ik in de tussentijd even hier naartoe. As the sun rises over a new day, the tide recedes. The nocturnal creatures return to the shadows, and once again, the harvest must continue. Dat gaan we ook zeker weten doen. Zullen de mieren zullen ook weer wel hier naar buiten komen, denk ik. Die nare wezens die toch wel heel makkelijk zijn, in plaats van dat ze eigenlijk überhaupt zijn. Zijn in ieder geval... There are intruders in the nest. Easy. Dat waarschijnlijk ook omdat ik ze heb geupgraden. Hier bovenaf komen ze vandaan. Misschien hebben ze hier gewoon een nest zitten of zo. Zou natuurlijk kunnen. Eigenlijk moet ik deze nog even hebben. Dus deze of twee grote wezens, die ga ik in ieder geval ook even aanvallen. Als ik er nog tijd voor heb. Dat moet bijna klaar zijn. Ja. Oké, dan gaan we er weer even wat van die gifspuiters even hier neerstouwen. Oké, dat was alles. Mooi. Zetten ze gewoon even hier neer. Dan gaan we gelijk even de volgende doen. Klik en bam. Oh nee, verkeerde. Kut. Mag ik ze gelijk weer weggooien? Weggooien. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Okay, dat moet easy peasy lemon Stevie zijn. Ik
Verwacht dat er dan nog een nieuwe vijand komt na deze nacht. Of in deze nacht. Oké, we hebben daar ook alweer bijna alles. Mooi. Eén dingetje en that's it. Vooral maar één gebiedje kapot te maken, dat is dit gebied. This colony must remain small for now. Doe ik het weer. Food is too scarce to support greater numbers. Waarom blijf ik toch de hele tijd die verkeerde aanklikken? Ben ik echt... Zo. Oh, was dat alles al? Nou, dan gaan we even naar boven. Gaan we eventjes hier nog een beetje wat van kapot maken. The colony is starving. There is not enough food to feed the new brood. Attack. Dat moet easy zijn. The ants must fight. Ja, dat dacht ik al. Nu hebben we er twee, voor de prijs van één. The tide is coming in. Soon the lower levels of the beach will be flooded. Nou, dat is mooi. Any ants caught in the surge will be washed out to sea. Oké, over naar onze zuider. The ants will fight to the death. Omcirkelen. Heerlijk dit. Nou, het bovenste gedeelte is geen eten meer. Zoveel neerzet, dan heb ik gewoon precies evenveel. Heerlijk. Dan heb ik de hele ruimte gebruikt. Prachtig, niks meer aan doen. The water is rising quickly. Okay, dat moeten we eigenlijk wel even pakken. Als het echt de laatste nacht is, dan denk ik dat het nog wel intensief wordt. The ants must defend themselves.
Oké, we kunnen op zich deze nog even snel pakken. We hebben nog even een heerlijke voorraad voor de laatste nacht. Nu zeg ik, jullie mogen weer binnen. The tide has almost reached its highest point. The sands east of the nest are about to be completely flooded. Dus wij gaan het hier niet meer overleven. Misschien net. Wat lastig. Ah, net niet. Nou ja, maakt niet uit. We kunnen weer een nieuwe maken. Daar niet van. We nagaan gewoon geen enemies op het moment. Night will fall. As the temperature drops outside, nocturnal creatures begin to awaken. It would be wise for the roofer colony to stay underground. And hope that their nest remains hidden until the morning. Geen nieuwe wezens? Oké, dat maakt het easy peasy. Lemon Steam. Of dat ze massaal gaan aanvallen. Kan natuurlijk ook. Oh ja, spinnen. A wolf spider has found the nest. The ants must protect the queen. Nog meer eten. Ze komen wel massaal naar ons toe. Dus ik ben er niet echt blij mee. Oké, het is wel de laatste nacht, dus op zich. Passeert het ook goed. Tja, dan laat ik ze maar gewoon even laten opkrijgen. Niet genoeg eten, dat is jammer. Waar blijven ze? Ik heb echt geen idee. Oh god, Jezus. Ja, het is... hermit crabs have found the nest. Het is beter dan die spinnen. Alsnog. Het zijn twee kleine en één grote. Of zo.
Wel chill hoe dit gaat. Gaat lekker efficiënt. Nou, ik upgrade gewoon niks meer. Ik vind het wel prima. Yeah. Whoa! A huge wolf spider has found the colony. This one is a mother, and her recently hatched brood have followed her into the nest. These ants are facing an overwhelming infestation. Handig idee. Dat ging verbazend, toen werkte het goed. Eigenlijk een soort van de. Ja, een queen, maar dan van. Simpel gezegd, gewoon van spinnen. Nou ja, ze is in ieder geval dood. Kijk, hoe zit het buiten dan normaal? Ik denk dat de laatste dag bijna voorbij is. Auw. Nee. Ja, volgens mij begint weer licht te worden. Dat is mooi. Ik ga nog niks zeggen, want het ziet er nog niet echt uit dat het donker wordt. Toch wel. Licht. As the ants grow in number, the local predators pose less and less of a danger. Eventually, they will be displaced from this area entirely. Despite the dangers of the beach, it seems this intrepid queen's gamble to establish her colony here has ultimately secured her success. Hoi. Victory for Formica rufa. Extraterritory food of royal jelly. It's a territory. Het level. Score van 20.000. Dat is best wel redelijk. Van wat er in 3 dagen al was. Come on now, my little ants. You need space to grow. Dig, dig, dig. I'm sorry, what was that? I wasn't talking to you. Even zien. 150, 150, oké. Okay. Kunnen deze even gaan purchasen. Ja, die ga ik doen. Oh, wacht, kan nog niet. Dan heb ik 100 Royal Jelly nodig. Nou ja, ik ga nu in ieder geval deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat jullie het vonden. Geef een like op mijn kanaal en dan zie ik je volgende keer weer. Later.